We hebben gehoord dat de ijsbaan hier komt. Wanneer zou die hier liggen en in gebruik genomen worden? Ja, hij moet 8 december gaan de eerste kinderen erop. Dan is de opening 's ochtends om 9 uur. Dat doen we met het schoolschaatsen. Dus we hebben nu nog een ruim een week tot de opbouw. Of met de opbouw. En dan moeten 8 december moeten de eerste kinderen de ijsbaan op. En wat is er dan zoal te doen als het hier om gaat? Ja, bij de opening hebben we het schoolschaatsen en dat hebben we 2 weken lang. Dus de eerste 2 weken buiten de vakantie mogen overdag in principe alle Almeloze basisscholen erop die zich hebben aangemeld. Nou, dat staat binnen no time vol, dus dat is echt heel erg populair hier. Dat hebben we van 9 tot 2. In de tweede week van 11 tot en met 15 december hebben we de Kracht Curling Cup. Dus dan wordt er gekeurd tussen verschillende Almeloze bedrijven. In de avond ook wel wat uurtjes om gewoon vrij te schaatsen. Dus dan kunnen mensen een kaartje kopen en dan kunnen ze de baan op. En dat is eigenlijk wel een beetje dat is het hoofdprogramma. We hebben op de vrijdagavond hebben we ook nog een disco schaatsen. Speciaal voor de jongere doelgroep van 12 tot 18 jaar. Dat doen we 3 vrijdagen en voor de rest vooral ook de baan ook wel vrij laten om kinderen erop te laten, zeg maar.